De eiwitten in ons lichaam die worden gevormd uit ons DNA zijn verantwoordelijk voor de opname, distributie, metabolisme en uitscheiding van medicijnen. Omdat we allemaal onze eigen set genen hebben, zijn we allemaal genetisch verschillend. En daarom verschilt ons lichaam ook in hoe we op medicijnen reageren. Het SLCO1B1 gen is een voorbeeld van een gen dat codeert voor een eiwit met een transportfunctie die verantwoordelijk is voor het transport van medicijnen naar de lever. In de lever worden medicijnen afgebroken tot metabolieten die gemakkelijker te elimineren zijn. Wanneer er dus mutaties in dit gen zijn die leiden tot de productie van een niet-functionele transporter, worden de geneesmiddelen niet naar de lever getransporteerd om te worden gemetaboliseerd en vervolgens geëlimineerd. Ze hopen zich op in het lichaam, wat kan leiden tot ongewenste bijwerkingen.